Ja, dames en heren, welkom. We zijn er weer bij het nieuwe aflevering van het Theo Vis Team. Het is mijn eerste nachtje na de Frankrijk trip. Je ziet, ik heb fruit mee. Ik moet mijn gezonde leefstijl een beetje aanpassen. Dat is natuurlijk nog niet helemaal goed gaan met die jongens. Maar ik ben hier mijn spullen aan het pakken. En je ziet het, het is weer een ongeorganiseerde chaos zoals altijd. Karretje is bijna vol. Kamer moet je nog bij, stretchen. Ik heb hier mijn rotpotje staan. En wat wel handig is met dit weer, een regenjas. Kamerkeurtje, zeker. Deken erom, helemaal uit. Want het is eigenlijk heel de week al aan het regenen. Sinds we terug zijn, dus dat is super kut. Maar ik denk dat we nu 3 dagen terug zijn naar Frankrijk. En ik heb 2 dagen gevoerd. Tijgenoten die we over hadden. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik heb er vertrouwen in. Let's go. Ja hoor, dames en heren. Het karretje is volgeladen. Het is inmiddels 8:15. En het is al 12 augustus. Dus 9:30 is het donker. Dus ik moet even opschieten. Rechts knopen, rechts beazen, voeren. Van alles. En daarna nog even editen en artikels schrijven. Dus ik heb een drukke planning voor vanavond. Zo rustgevend is het allemaal niet. Maar laat ik niet meer zo veel gaan lullen. Laat ik snel gaan. Fietsie op naar de stack. En dan zie ik daar. Ciao. Zo, aangekomen bij de stack. Het ziet er weer vredig uit. Maar wat dit is, ik heb geen idee. Nieuwe vlonder. What the fuck? Ik snap er niks van. Gisteren tijdens voer ik achter nog niet. Maar goed, ik heb dus hier zo op dit hoekje weer gevoerd. En hier zo. De standaard plek waar ik altijd vis. Hij moet helemaal goed komen. Ik heb ongeveer een uurtje. Maar weet je, het is. Ik zit helemaal in de vismodus door Frankrijk. Dus ik ga even turbo alles opzetten. En dan ben ik nog op tijd voor het donker. Let's go! Holy shit jongens, het weer gaat helemaal los. Waarschijnlijk zou je al een fitje op de achtergrond. Van nu. Het begint nu ook te regenen, dus ik ga snel mijn tentje opzetten. Want anders weet ik het alweer. Oh, ik dacht dat het droog zou blijven. Nu begint het weer volgens te regenen. Het is bijna donker, ik heb nog 2 hengels. Kutzooi. Als mijn ouders dit al zien, dan worden ze helemaal gek. Dus de broek had ik al lang weg moeten gooien. Nou, weet je, ik denk dat het me altijd nog te pas. En zeker nu, allemaal visbroeken die waren in de was. Natuurlijk van de week Frankrijk. En over een week gaan we weer. Dus tijdelijke oplossing dit. Hij is groen, het is echt een carpie. Dus het mag aan de waterkant verschijnen. Hij is eindelijk opgehouden. Ik heb even een half uurtje gewacht. Aziës hengeltjes beaast. Nu heb ik ze ingegooid. 2 schepjes voer erop. Dat is minder dan had ik heb gevoerd elke dag. Ja, daar hebben de vissen natuurlijk heel de tijd. En nu is het de bedoeling dat als ik een vis vang, dat ik steeds meer ga voeren. Dus nu 2 schepjes erop. En dan als ik dat vang, doe ik er 4 en dan steeds meer. Tot de emmerreeg is. Dus wat ga ik nou doen? Het is nu 9:45. Ik heb mijn laptop hierbij. Ik ga even verder met artikel typen. Die komt binnenkort weer in de spiegel. Over de roadtrip van Frankrijk. Dus dat is natuurlijk super gaaf.
En daarna misschien nog even een documentairetje kijken op Netflix. Maar ik ben ook wel vrij moe, dus misschien haak ik daarna wel slapen. Kijk even aan. Ik hou je in ieder geval op de hoogte. Jongens, morgen, zoals je ziet, de koffie loopt en dat is nodig ook, ik ben flink moe. Het is 7:30 en over 3 uur moet ik werken. Maar, ik heb goed nieuws, ik heb een visje in het net. En ik heb goed nieuws, want het is toch best wel lekker weer geworden. Het is niet gedacht als je zag hoe het vannacht eraan toe ging. Het was echt een kut weer, het is maar 2 uur s'nachts op zo hard geregend dat ik niet eens kon slapen. Omdat ik zo moe ben. Maar, weet je, ik heb toch gewoon lekker een visje gevangen. Hij is hier in de net. Die ga ik zo voor jullie tonen. Ik had eigenlijk wel meer verwacht. Want toch 2 dagen goed gevoerd. Maar, weet je, visje. Zo, ik ben echt nog moe. Nou, over 3 uur werken. Ik ga deze vissen op de foto zetten. En daarna ga ik nog even 2 andere vissen zien. Die ik pas heb gevangen. Ook naar voren. Ook niet echt het resultaat dat ik had verwacht. Maar wel iets mooiere vis dan deze. Eentje van kilo of 10 en eentje van 6, die we 2 jaar geleden ook hebben gevangen. Dus dat is wel lachen, die laat ik na de vis zien. En ja, ik ga dus even koffie drinken, daarna maak ik een pantostetje. En dan ga ik rustig opruimen. Ik zie je zo. Nou, 1 voordeel, want die is een verschillende week. Ik heb straks een wat te maken voor de vis als die erop ligt. Kijk eens aan, kijk eens aan. Dit hoor je. Ik heb een pakje. Zwarte goud. Kut, sorry. Aangebrand. Ketchup vergeten. En de hamtijd erop. Ik word niet heel geweldig. Maar wat moet, dat moet. Zo jongens, ik zit hier lekker aan mijn bakkie. Het is de eerste keer vissen naar Frankrijk. Ik had wel moeite om me even te motiveren, want het was zo niet normaal. Waarschijnlijk heb je de video al gezien. Er was heel veel dikke vis gevangen. Mooie omgeving. Ideaal voor kassen, kost helemaal geen moeite. Lekker gezond, 30 graden elke dag. En dan zit je hier weer tussen de regen en de onweer. Kou, 12 graden s'nachts. Dus ja, het was even lastig. Maar ik denk toch wel blij dat ik ben gegaan. Toch 1 visje gevangen. Ik had wel meer verwacht. Het is een voerstek. En we hadden nog tijgers met bollen over. Het rook een beetje zuur, maar normaal met tijgernoten maakt het me dan niet uit. Maar ik weet niet of dat nou de reden is geweest. Maar 1 run. Het komt misschien ook wel door de regen. Het veel regen wat is gevallen. Pas toen het droog was, een uurtje of hoe laat ging die af? 5:30, 6. Toen ging die af. Dus ja, je weet het toch nooit. Het is, ik ga voorlopig toch niet meer terug naar deze stek. Zelfs het voorvoeren dat net als vorig jaar zo goed, dat werkt niet meer. Alleen shit, heb 1 goede sessie gedraaid. Maar elke keer als ik hier ben, zijn er toch wel de kleine vissen die langskomen. Tussen de 6 en 10 kilo. Ik wacht nog steeds op die 30er, maar ik ben bang dat dit stuk van het kanaal niet gaat gebeuren. Dus ik denk dat het de laatste video is vanaf dit putje. Vanaf dit kanaal bedoel ik. En dan ga ik op zoek naar nieuwe gronden. Ik ga vanaf september stage lopen. En dan kom ik langs een heel vet, groot, breed en diep kanaal. En waarschijnlijk ga ik daar gewoon voeren en dan in het weekend vissen. Ik moet 5 dagen stage lopen. In die buurt zijn ook meer uitzettingen geweest. Spiros, SKP's. Dus daar heb ik ook meer hoop op. Wat op zich wel gaaf is. Hier vangen jullie amper. Dus nou, dat is een beetje hoe en wat. Ik ga zo de vis op de foto zetten. Dan ga ik snel opruimen en dan naar huis toe. Want even kijken, het is nu 8 uur, dus over 2,5 uur moet ik werken. Goeie. Zo, hopelijk is hij nu even wat rustiger. Even water laten bijkomen. Oh jee.
Maar zoals ik al zei, kilootje of 7, hele mooie vis. Je voelt wanneer die vis, wanneer die niet gepakt wil worden, je voelt een beetje stuip trekken. Als het rustig is, kan je hem gewoon pakken. Kijk, daar is hij dan. Kilootje of 7, te kennen net Chris. Met een citrus wit pop-upje erop. Met natuurlijk het geeft kous, gelukkig het zat er nog aan na de vis. Dus dat toch altijd de vraag bij deze stack. Super veel kreeften momenteel. Ja, gewoon echt een mooie puntgave vis. Sterke kanaalstrijden. Wel jammer dat hij dit formaat heeft, want ik vang ze veel van dit formaat hier zo. Ik wil ze toch een keer wat groter, maar het zit er niet in. Dus ja, weet je, misschien komt het nog wel, misschien op een andere stack. Maar ja, prachtig visje. Ik zal even de andere kant laten zien. Zo. Ja, is mooi. Dan mogen we gaan. De andere vissen die ik hier dus geen video van gemaakt, komt er pas 11 uur aan, maar ik zal ze nu even laten zien. Eén mooie die we 2-3 jaar geleden hebben gevangen, Daniel, en één 10 kilo. Op zich wel een mooie vis was, dus geniet van de beelden. Prima. Prima visie. Ja, de batterij van de camera ramp, die zijn bijna op, dus hij viel even uit. Maar dit is hem dan. Kijk, gaaf toch? Echt een gek beestje. Quasimodo. Even de andere kant laten zien. Snel wegen, fotootje maken en dan mag hij weer terug. Maar op de voerstek dus. Ja joh, doet zo wel van. Op de voerstek. Dit was met een Canon Net Crush. Met een witte citrus pop-up. Dus Canon Net en Scopus Quick door elkaar gevoerd. Dit is het resultaat. Hij lag lekker op het voer. Want hij ging snel af. Binnen een uur. Helemaal uit. Nou jongens, helemaal top. We zijn inmiddels weer... uurtje 2 verder en de goeie zit erin. Weer een mooie karper. Deze keer op de Scopus Squid. Single boy met natuurlijk de kreeftenkous om te zorgen dat je haka's aan blijft zitten. En een mooie schubkarp. 8 kilo is het resultaat. Bizar, kijk wat een staart erop zit. Echt vet. Heel mooi beest. Snel even de andere kant en dan mag hij weer gaan. Kijk daar aan. De ramp valt weer mee uit. Top man, helemaal uit. Was draaien. Kwart vijf vanochtend ging hij vanaf. Ken in het crush, gesookt. Met een kreeftenkousje uiteraard, want die beesten die houden anders je boei zo er vanaf. Maar puntgaaf vis, mook sterk. Hij gaat van run van hier tot Gunterwijd. Hij mag weer gaan. Het is warm, dus hou die vis niet aan de kant. Ik zou zeggen, ciao. Ciao, de baas. Aan het opruimen. Ik ga mijn camera terug doen in de tas. Dus vandaar dat ik zeg, tot de volgende keer. Dit was de video. Vond je hem nog leuk, doe even een blauw duimpje omhoog. Waardeer het zeker. We gaan deze keer voor de 400 blauwe duimpjes. Hopelijk halen we het. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Inmiddels hebben we al 20 weken op rij in video gepraat. 10.000 per week minimaal. En 25 weken op rij in video. Ja, dat zijn goede statistieken. Wil je nou dat het doorgaat? Laat het weten. Zet die love in de comments. En we zien je volgende keer. Later.